in dit stuk zijn ja, vooral de dynamiek, de crescendo's, diminuendo's, het hard en zacht. Het repeterende, bijvoorbeeld in het allerlaatste deel, dat is bijna minimal music. Het is een magistraal stuk. We zijn hier vandaag in de Kruiskerk. En we zijn aan het begin van de generale repetitie. Waarvoor gaan we generaal repeteren? Vanavond is de uitvoering van het Stabat Mater van Carl Jenkins. En dat wordt uitgevoerd door het projectkoor Brandpunt. We hebben een aantal solisten en we hebben een prachtig orkest die ons gaat begeleiden. U bent ook koorlid? Ik ben koorlid, ja. En zomaar spontaan zich aangemeld of kende u het project Koor Brandpunt al? Ja, ik heb vorig jaar ook meegedaan met het project The Crucifixion. En dat is geweldig leuk zingen, prachtig. En toen hoorde ik al dat er plannen waren om met de Stabat Mater van Carl Jenkins te gaan zingen. Nou, dat is zulke prachtige muziek, dat vond ik geweldig leuk. Dus het was voor mij geen twijfel om mee te gaan doen. En dat is een van de lievelingsstukken? Nou, op dit moment wel. Want u gaat soleren? Ja, ik ga een van de beide solo's voor mijn rekening nemen. Welk prachtige nummer gaan we van u horen? Nou, bijvoorbeeld het Lament. Wat gaat over het leed van de wereld voor de moeders. En onze rol daarin en wat wij kunnen doen. Ja. Er is helaas voldoende inspiratie voor, neem ik. Nou, dat is absoluut waar. Ja, ja, ja. Je hoeft maar om je heen te kijken en er is inspiratie voldoende. Ja. We hebben eerder een uitvoering gehad, 16 maart. En dat was toen ook helemaal uitverkocht. Er waren toen ook heel veel mensen die geen kaartje meer konden krijgen, wel graag wilden komen. Dus toen hebben we gezegd, zullen we eens kijken of het financieel haalbaar is om het nog een keer te doen. Want het is natuurlijk een behoorlijke financiële onderneming, zo'n concert. En uiteraard vreselijk goed gesubsidieerd. Vorige keer hebben we aardig wat subsidies gekregen, moet ik zeggen. Omdat... Maar dat was de vorige keer, nu niet meer? Nee, we hebben nu wel wat sponsors, kleine sponsors en één subsidiegever. Ja. Okay. Dus nog wel een klein beetje subsidie? Klein beetje, ja. Maar we moeten toch vooral hebben van het publiek en van de inkomsten daarvan. En van de bijdrage die de deelnemers storten om mee te kunnen doen. Dat is allemaal niet zo heel veel hoor, maar dat is wel belangrijk voor ons natuurlijk.
Vanaf het begin ook meegezongen met dit koor, als koorlid. Maar ondertussen heb ik mijn conservatoriumdiploma behaald en kreeg ik de gelegenheid om de solo te zingen voor vandaag. Evenals in maart al wat. Mooi, en gezonde zenuwen? Ja, gezonde spanning, die heb je ook nodig natuurlijk, hè? Want je mag daar niet te licht over denken. Je moet de spanning ook bij jezelf een beetje opbouwen, zeg maar. Maar nee, gezonde spanning. Ik heb er ook erg veel zin in. Maar leuk om te doen. Ja, heerlijk om te doen. Echt genieten. Ja.